Welkom allemaal hier in de Hall of Fame van het Continuum voor de Ticket Talks. Wij hebben een tweetal sprekers uitgenodigd die iets gaan vertellen over iets moois wat ze gezien hebben in deze Hall of Fame. Een Ticket Talk gehouden over glasblazen. In 1834 begon Petrus Ragout met de glas- en aardewerkfabriek Petrus Ragout, de latere Swing. Iets verteld over de vuursteenmolen en over de mijn hier in Limburg. Dat mijn overgrootopa ook hier in heeft gewerkt. Een steenkoolmijn is een soort van fabriek waarin mensen naar beneden gingen in allemaal gangen. En dan gingen ze kolen graven en die werden dan gebruikt voor huizen te verwarmen of water te verwarmen. Als ik bijvoorbeeld een heel interessant onderwerp wil en ik wil iets meer van weten, dan ga ik meestal naar het museum. Veel plezier nog in de kantine. Wat hebben jullie dit ontzettend goed gedaan. Ik vond het echt heel leuk om te doen. Je leert er heel veel van. Ik denk dat er meer mensen naar het museum moeten gaan.